De verschillende nieuwsmedia produceren hun nieuws niet zelf, maar gebruiken informatie en beeldmateriaal van persbureaus zoals het ANP en Reuters. Deze organisaties zijn allesbehalve onafhankelijk. Zo is het ANP van John de Mol's Talpa en is Thomson Reuters van de machtige Canadese Thomson-familie. De belangrijkste journalisten en redacteurs die bij onze media of bij een van deze persbureaus werken, zijn aangesloten bij belangrijke journalistieke organisaties zoals het Europees Centrum voor Journalistiek. Deze zijn een van de grootste financierders van media-gerelateerde projecten in heel Europa. Leiden journalisten op, produceren studiemateriaal, geven vele stageplekken weg bij onder andere het ANP en werken nauw samen met 's werelds grootste corporaties zoals Google en Facebook. Voor journalistieke analyses en opinies maken alle grote media ter wereld gebruik van Project Syndicate, de machtigste organisatie binnen haar vakgebied. Zij leveren aan de 500 belangrijkste media-outlets in 150 landen. Project Syndicate en organisaties als het Europees Centrum voor Journalistiek zijn samen met de persbureaus de verbindende schakel tussen alle verschillende media-outlets ter wereld. Wanneer nieuwslezers het nieuws aflezen van hun teleprompters, is de kans groot dat de tekst afkomstig is van één van deze organisaties. Dit heeft tot gevolg dat de wereldwijde media vaak gesynchroniseerd lijkt te lopen in haar verslaggeving. One-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these fake stories simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Het Europees Centrum voor Journalistiek startte in september 2020 in samenwerking met Facebook een miljoenenfonds dat bedoeld was om de door hen geselecteerde nieuwsorganisaties te steunen tijdens coronatijd. Laten we daarom eens kijken wie de organisaties financieren die samen met de persbureaus ons nieuws produceren. Bij Project Syndicate zien we de Bill & Melinda Gates Foundation, de Open Society Foundation en het Europees Centrum voor Journalistiek.